Om het tekort aan pleeggezinnen in de Achterhoek onder de aandacht te brengen, zijn er op verschillende plaatsen banners en posters opgehangen om aandacht voor het probleem te vragen. Op IKC De Meander werd donderdag bij het tekort stilgestaan en gesproken over het belang van goede pleeggezinnen. Deze actie vinden wij heel erg belangrijk. Ieder kind verdient dan een veilige setting waar je naartoe kan. Na schooltijd, in het weekend. En om te zorgen dat je dus fijn en ontspannen kan komen tot ontwikkelen en kan leren. Nou, wat je heel mooi ziet is dat kinderen die een probleem hadden, bijvoorbeeld bindingsangst of zich onzeker voelen, toch in zo'n pleeggezin helemaal opbloeien en helemaal weer tot hun recht komen. Besteden jullie op school en in de klasse ook zelf aandacht aan dit onderwerp? Nou, laat ik zo zeggen, nu op dit moment wel wat natuurlijk. Maar ik denk ook wel eens wat te weinig. Dus ik denk ook dat we dat wat meer moeten doen. Wat we dus eigenlijk ook zien, is dat kinderen daar onderling ook weinig over praten. Ook als er kinderen dus in de pleegzorg zijn. Dat ze dat ook vaak van elkaar heel gewoon vinden. Jouw setting is zo en mijn setting is zo. En daar wordt eigenlijk dan weinig over gedeeld. Dus wie weet zou dat wel goed zijn als we dat wel eens wat meer met elkaar delen. Ik denk niet dat het een taboe is, maar ik denk dat helaas pleegzorg vaker in het licht komt te staan door wanneer iets fout gaat. En dat wat positief gebeurt in de pleegzorg, dat wordt wel te weinig belicht. Ik denk dat er heel veel positieve verhalen over te vertellen zijn, maar dat daar helaas geen aandacht voor is. Wat probeert de gemeente Oude IJsselstreek hieraan te doen? Nou, wij proberen vooral de aandacht aan te geven. En samen met het platform Pleeggezinnen in de Achterhoek mensen erop te attenderen dat dit heel mooi en dankbaar werk is. En daarnaast als gemeente proberen wij dit ook zoveel mogelijk te ondersteunen. Ik denk dat binnen de Achterhoek dat ze heel goed op weg zijn om de pleegzorg goed op de kaart te zetten. En zeker binnen de Achterhoekse gemeentes dat er echt wel aandacht voor is. Dus, dat is wel heel positief.